Al voor de vijfde keer hebben Harry van Lierop, Raymond Goossens en Maarten Dirks een festival in elkaar getimmerd. En al vijf keer is Kempen TV hier ook aanwezig. Kijk, luister en geniet van Living Legends. Ja, wie is jouw vader eigenlijk? Dat weet ik ook niet. Je moet de DNA-test nog doen. Ik vind dat je dat nog eens moet doen. Woehoe. Oh nee. In het echte leven ben je een coach. Ben je ook de coach van deze band? Nee, juist niet. Je moet kiezen tussen 60 hits. Dat is heel geen probleem. Nee, geen probleem. Je doet zomaar iets, had ik gewoon. Ja, ook, ja, precies. Ja. Jullie zijn met een hele hoop. Hebben jullie ook rituelen of zo voordat je podium opgaat? De instrumenten aansluiten bijvoorbeeld. Nee, rituelen niet. Nee. Wie? En Piet aanbidden. Piet aanbidden, ja. Sir Piet aanbidden. En ik pak graag een pilsje mee. Dat mag ik van Piet ook niet al te veel doen. Dus, gitaar in brand steken, dat kan je misschien nog wel doen in een kattendans. Gitaar in brand steken. Dat weten wij de kast. Cynthia, waarom blijf je naar hier terugkomen? Het is een heel mooi festival met heel veel mooie, fijne mensen. Het publiek is altijd enthousiast. En waar krijg je nou zo'n podium? Thank you.
vonden jullie van de set? Dik. Dikke pret. Ging lekker of niet? Ja, het was blazen, het was leuk. Leuk publiek ook. En geniet op het podium. Bekend om zijn marathon. Ze hebben hier denk ik de stekker moeten uittrekken, of niet? Anders was je nog doorgegaan, hè? Ik had denk ik 3 weken lopen die moeten doen als ik nog een uur door was gegaan. Dus ik ben blij dat het klaar is, hoor, toch? Je moet eigenlijk je eigen tribute geven. Ja, eigenlijk wel, ja. En als je er dan, net zoals ik, een jaar of 13 al niet meer in de band zit, is dat heel apart. Toch de Beatles. Ja, heel gevaarlijk, maar ja. Sorry.